Mijn naam is Arvid Deels. Ik ben toptrainer hier aan de Vlaamse Topsportschool in Wilrijk. Hier aan de Topsportschool werken wij ongeveer gemiddeld aan een twintigtal uren per week. Op weekbasis ziet die planning er hoofdzakelijk daarin uit dat zij zeker in de eerste jaren aan de school heel veel werken aan hun vaardigheden, hun skills, hun basketbalskills, maar trachten we dat ook te combineren met fysieke activiteiten. En gaandeweg dat zij groeien binnen de school, zullen het aantal krachtmomenten, het aantal fysieke activiteiten, een beetje in functie van hun lichaamsbouw, stapsgewijs daarin gaan vergroten. Eens dat zij in de derde graad komen, is er ook een combinatie met clubactiviteiten. Dus daar gaat het programma een beetje afgestemd worden, zowel activiteiten in de TDW1-competitie, dat zijn dan meestal avondmomenten, gecombineerd met de skills, kracht, conditietrainingen, hier tijdens de ochtend. Dus gemiddeld gezien spreken we hier over een programma van twintigtal uren per week. Ik denk het eerste stuk waar je moet starten is altijd met een beginsituatie. We hebben hier een instroom van jongeren U14. We hebben ook een instroom van jongeren U12. Dus uiteindelijk zit daar de beginsituatie een klein beetje verschillend. Ik denk de leeftijdscategorie eerste, tweede, middelbaar, daar ligt de hoofdbrok ligt daar een klein beetje op de skills, de vaardigheden. Zij komen ook uit basket voor hun is fun, basket is spelen. En ik denk dat daar stapjes moeten gezet worden naar hoe ontwikkelen, hoe die details. En ik denk dat de overgang van middenschool naar dan het intensievere werk vanaf de tweede graad, dat daar het grootste stukje daarin ligt in de eerste fase. Eens dat ze in die tweede en de derde graad komen, dan gaan we wel ietsje meer gaan kijken naar de posities. Ik denk dat er een verschil is tussen een meisje van 1,90 meter of een meisje van 1,75 meter. Ik denk dat we daar ietsje gerichter gaandeweg in die jaren gaan werken op de specifieke skills van point guards, inside spelers, forwards. Maar het blijft nog steeds een fundamentele opleiding en het vooral voorbereiden op een professionele carrière. Een professionele carrière wil zeggen dat je lichaam gewoon moet worden om 2 maal per dag daarin te gaan trainen. En het is feitelijk het gewoon worden van dat lichaam dat we hier op een correcte manier daarin kunnen voorbereiden. Ik denk dat uiteindelijk het vooral het voorbereiden is naar een zo compleet mogelijke basketbalspeelster. Finaal ga je later ergens terechtkomen in een professioneel team, waarin dat elk team zijn eigen principes, zijn eigen visie, zijn eigen waardes, elke coach identiek. Dus ik denk dat we hiervoor moeten proberen voor te zorgen dat feitelijk een speelster die uit een topsportschool komt, waarin dat elke coach kan zeggen hier kan ik mee werken, hier kan ik alle richtingen mee uit. Dus ik denk dat de basiswaarden daarin zijn van eerlijkheid, correct daarin gaan zijn, hard werken. En ik denk dat die basiswaarden, dat uiteindelijk ook de waarden zijn waar dat elke coach op dat moment later wel weg mee kan.